Tadaa! Ineens is daar weer een video. Met een reden, want het is eigenlijk nog vakantie. Ik heb nog een paar dagen vakantie. Maar er moet tussendoor wel nog even iets geregeld worden. Trouwens, die zonnebril is puur uiterlijk vertonen. Het is gewoon heel vroeg en de zon schijnt niet. Maar die hangt toch even op als je het niet erg vindt. Wat is er aan de hand? Net voor mijn vakantie had ik in de uitzending Niels Geusbroek. En die had ik in de uitzending omdat hij buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand was geworden. Voor één keer. Voor vrienden. En daardoor kan ik die vrienden trouwen. En toen zei ik in de uitzending, nou, dat zou ik ook wel willen. Lijkt me wel te gek. Maar ja, wie wil nou getrouwd worden door mij? Nou, dan zijn dus mensen die dat willen. Bizar. Venna was daar één iemand van die zich meldde. Venna gaat trouwen met Bram in september. En die zei, ja, ik wil dat wel laten doen door jou. Fucking vet natuurlijk. Maar daar gaat best nog wel wat aan vooraf. Want je moet beëdigd worden door de rechtbank. Officieel. Dus echt, hierbij beloof ik dat ik mensen ga trouwen en niet ga scheiden. Ik weet niet. Wat ik ga zeggen, weet ik niet. Maar dat is dus vandaag. Maar Bram en Venna, die trouwen in Westerbork. En Westerbork ligt heel ver bij mij vandaan. Dat is echt boven in Nederland. En het probleem is dat als je dus ergens trouwt in Westerbork, zoals Bram en Venna, dan moet je dus ook beëdigd worden in die hoek van het land. En dat betekent dat ik nu op weg ben naar Assen. Assen is zo'n 260 kilometer bij mij vandaan. Ik rijd naar Assen om naar de rechtbank te gaan, te zeggen, ik beloof, ik zweer en wat precies, weet ik niet. En dat was het. Ja, en ik ga nog even naar de locatie waar Bram en Venna gaan trouwen. Daar is ook de echte ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus daarom zit ik nu in de auto, even tijdens mijn vakantie, even tussendoor dit te doen. Want het is natuurlijk super vet dat ik Bram en Venna mag gaan trouwen. Dat is toch te gek. Ja, en voor de rest gaat dit dus een hele lange rit worden. Maar gelukkig zijn daar mijn radiovrienden Mattie en Wietse. Die gaan nu wat zeggen, denk ik. Nog even een kleine update voor mensen die gek zijn van Twitter. Ik twitter ook. Het is natuurlijk soms een hele kunst om 140 tekens, in 140 tekens, je bericht te tikken. Vanaf vandaag is het dan mogelijk om in je direct messages, dus in je privéberichten, over die 140 tekens heen te gaan. Oh. Dan kun je 10.000 tekens kan je daar nu versturen. Dat is veel. In één bericht. Mocht je er gebruik van willen maken, het kan vanaf vandaag dus. De headlines van het nieuws krijg je van Michiel van Haasvoort. Michiel, goedemorgen. Mattie en Wietse, goedemorgen. Weet ze dat toch ook weer? Voor het aantal doden. En voilà, 2:39 later zijn we in Assen. Het zonnetje schijnt inmiddels, dus die zonnebril slaat nu wel ergens op. En dit is het dan. Mooi pand hoor, de rechtbank. Alleen ben ik wel een beetje bang dat ik binnen niks mag opnemen. Gentje. Ja, ik was hier al bang voor hoor. Je mag niet filmen in de rechtbank. Dus ik zit nu op de wc stiekem. Ik voel me weer een beetje tiener. En ik heb zojuist me gemeld. En ze wisten mijn naam. Dus dat is gefixt. En zometeen over 10 minuten. Dit is echt niet normaal. Het was toch veel korter dan ik dacht. Ik ben beëdigd. Ik ben op dit moment ambtenaar. Voor één dag, hè? 17 september. Dan is het huwelijk. Maar ik had dus een hele tekst gekregen vooraf. Met ik beloof dat ik de betrekking van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Met eerlijkheid. Blablabla. Maar dat zei die rechter dus gewoon. Ik kwam daar binnen. Er zitten twee rechters. Nou, u bent Joep Roelofsen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, en die rechter dreunt die tekst op en zegt die rechter, oké, gaat u staan en zegt mij na. Dit beloof ik. En dat zei ik, het was klaar. Dus het was 2 minuten, denk ik. Dus in de tijd dat ik hier naartoe heb gereden, had ik 75 keer beëdigd kunnen worden. Maar goed, wat ik nu ga doen is nog naar de locatie. Dus ik ben benieuwd hoe die locatie eruit ziet, waar ze gaan trouwen, Venna en Bram. Nou jongens, ik zie nog eens wat van het land. En nu weer in Westerbork. Ook Noord-Nederland. Gemeente Midden-Drenthe.
daar waar het bruidspaar gaat trouwen op 17 september. Door mij, hè? Door mij getrouwd. Want ik ben nu dus ambtenaar. En Westerbork is echt wel mooi. Maar kijk. Allemaal pittoresk, zo wil ik het noemen. Maar kijk hier. Hier gaan ze trouwen. Dat is toch te gek. Mooi. Hier heb ik dus afgesproken met de ambtenaar van de burgerlijke stand die mij gaat begeleiden, zeg maar. Bent u Geesje? Dit is Geesje. Ja. Hallo. Hallo. Ik ben Joep. Ja, dat begreep ik. U gaat mij helpen. Ik ga jou helpen, ja. Oh, wat fijn. Want u bent ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik ben ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe lang al? 22 jaar. En hoeveel trouwerijen heeft u al gehad? Ik durf het niet zeggen. Ik heb heeft u niet bijgehouden? Nooit geteld. Niet? Nee, maar ik moet het eens even doen. Ja? Ja. Maar veel? Ja, veel. Het wordt wel iets minder, maar op het ogenblik. Maar we hebben jaren gehad waar we heel druk hebben gehad. Leuk. Ja, ik vind het heel spannend. Ja? Ja, ik vind het echt heel spannend. Maar ik ben nu dus beëdigd. Dus... Ja, gefeliciteerd. Een goede beëdiging. Ja, dank u wel. Maar een goede stap is genomen dus. Ja. Gaan we hier naartoe? Ja. We gaan hier naartoe. Oh, wat een gezellig ding. Ja, dat is het. Kijk nou, Ierse pub. En ik heb al een kopje koffie gekregen van meneer hier. Dus, Oké, maar ik weet dus helemaal niks. Want ik heb nog nooit een bruiloft meegemaakt. Als nee. Zijnde de voltrekking. Wel het feestje, maar nooit de bruiloft zelf. Nee. Dus waar begin ik? Ik begin altijd, maar dat wil niet zeggen... om iedereen welkom te heten. Ja. En bruidspaar in het bijzonder, ja? Ja? Nou, ik maak van tevoren altijd nog een afspraak met het bruidspaar. En vragen diverse dingen. Mm-hmm. Hoe ze elkaar ontmoet hebben, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan maak ik mijn verhaal. Daarna, als ik, dat is meestal het langste stuk van mijn speech. Mm-hmm. Daarna vraag ik of ze willen gaan staan, elkaar de rechterhand willen geven en dat heb jij allemaal op papier. Ja, klopt. Meestal doe ik dat direct achteraan de ringenwisseling, want dan staat het bruidspaar in mijn zaal. Oké. Ja, daarna wordt de akte getekend. Oh ja. Eerst door het bruidspaar, dan door de getuigen en dan door de ambtenaar burgerlijke stand. En de ambtenaar burgerlijke stand tekent ook nog het trouwboekje. Oké. Daarna heb ik vaak een luchtiger gedeelte. Ja. Ik ben nooit zwaar op de hand hoor. Nee. Een luchtiger gedeelte. En ik sluit meestal met een gedichtje af. Maar dat is mijn manier van doen. Dus, dan heeft u een gedicht gemaakt voor het bruidspaar? Soms wel. En soms heb ik een gedicht dat ik denk... Dat past, past bij mijn toespraak. Of dat past bij mijn bruidspaar. Ja, als mijn toespraak als goed is en het past bij je toespraak, past het ook bij het bruidspaar. Ja. He? Oké. Okay. Wat denk je nou? Helemaal niet moeilijk. Nou, helemaal niet moeilijk. Ik vind het echt wel moeilijk. Want is zo? Het is echt een druk. Het is voor die mensen de belangrijkste dag in hun leven. Tuurlijk. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je dat in de gaten houdt. Ja. Nee, maar dat besef ik. En daarom voel ik ook de druk. Ja, dus precies. Ik denk, ja, maar het moet wel goed zijn. Maar weet je, dat ik ook altijd als ik begin nog een beetje die druk heb. Ja. Van hopende dat het bruidspaar het leuk vindt. Ja. En als ik dan bezig ben, nou, dan zakt het gewoon af. Ja, precies. Ja, zelfs met radio maken. Precies. Ja. Maar als ik dat gevoel niet meer heb, stap ik onmiddellijk. Ja, want ik vind dat moet. Ja. Maar u vertelt het dan alsof u die mensen kent. Ja. Dat lijkt me best wel moeilijk. Want u kent ze niet. Nee, soms wel, soms niet. Meestal niet. Nee, daarom. Nee. Ja, daarom heb ik ook van tevoren altijd een gesprek met hem voordat ik mijn verhaal maak. Ja. En dan krijg je al een beetje indruk. Ja, hè? Maar u bent erbij, ook op die dag. Ja. Ja, precies. En als ik denk van, goh Joep, dat is niet helemaal goed, dan trek ik je wel aan de jas. En wil je mijn toga ook aan? Ja, ik wil wel een toga aan, ja. Ja, die van mij? Ja, dat maakt me niet uit. Is goed, dan neem ik hem mee. Oké, spannend. Ja, dit is, ik vind het heel, heel erg leuk werk. Anders was ik al lang gestapt. Zo, weer in de auto, trouwlocatie gezien, Geesje Bouwman gesproken. Wat een topvrouw is dat, ambtenaar van de burgerlijke stand, die mij bijstaat op de dag dat het gaat gebeuren op 17 september. Ben ik wel blij om, dat ik iemand heb met ervaring erbij, want voor mij is alles nieuw. Mooie locatie, gezien,
En nu gaan werken aan een speech voor Fenna en Bram. Ik vind het echt heel spannend. Maar het was de moeite waard om helemaal naar het noorden te rijden om dit allemaal te fixen. Dan ga ik nu weer even vakantie vieren. Vanaf maandag weer terug op de radio. En dan gaan we in de avond weer zitten tussen 9 en 12. Ook weer heel veel zin in. En dan gaan we toewerken naar die bruiloft op 17 september. Dus weer op naar het zuiden. En dat is een mooi moment om dat even te bewijzen. Dus, kijk, als je naar het zuiden gaat, iedereen gaat naar het zuiden voor de warmte. Hè? Iedereen naar Spanje, Italië. Want in het zuiden is het warmer. Maar binnen Nederland in het zuiden werkt dat ook al heel erg. En dat zal ik je bewijzen. Check dit maar eens. We zijn nu in Westerbork. En daar is het 22 graden. Nou, dan ga ik nu eens naar huis rijden. Moet je eens zien wat het verschil is. En we zijn weer thuis. En let op. Tadaa! 29,5. Lekker warm in het zuiden. Hey, tot maandag!